Ja, mijn naam is Mindert Adema, ik ben eigenaar van netspecialist.nl. Netspecialist.nl is een website waarin ik allerlei video's en artikelen deel over het bouwen van websites in Joomla. Joomla, dat is een systeem waarmee je dus websites kan bouwen. Het is een gratis systeem en je kan er ongelooflijk veel mee. Alleen het is ook een systeem wat lastig te doorgronden is. Zeker als je helemaal geen ervaring daarmee hebt of geen kennis hebt over websitebouw, dan is het wat lastig. Dus ik heb daar een e-book over en allerlei video's die ik dus aanbied via mijn website. En daarbij bied ik een aantal betaalde producten aan, zoals een e-book over het bouwen van website ontwerpen in Joomla. En een aantal complete video cursussen over Joomla. Dus een basiscursus, een template ontwerpcursus en een webshop cursus. Dus hoe zet je je eigen webshop online. Daarbij ben ik sinds kort ook weer bezig met het uitvoeren van websiteopdrachten. Dus we bouwen nu ook weer websites in opdracht. En ik zeg ook we, want sinds kort doe ik het niet meer alleen. Ik heb sinds kort een compagnon ook erbij in de zaak. En dat geeft me ook ruimte om meer dingen op te pakken. Dus website bouw komt dan ook weer bij. Dat is een stukje practice what you preach gedeeld. Hè? Ik bedoel, ik ben een Joomla expert, zeg maar. Maar dan moet je af en toe ook een website bouwen natuurlijk. Netspecialist.nl heb ik bedacht toen ik samen met een collega een wandeling maakte. Tijdens de lunchpauze. Hij was erg bedreven in ASP en .NET Nuke, ook een website taal, zeg maar. En ik was aardig goed in Joomla. En hij zei van, goh, minder. We zouden allebei best wel ons eigen bedrijf kunnen oprichten. Ik in de ASP en jij met Joomla. En ik heb het gedaan inderdaad en ik dacht van dat is een goed plan, dat kan ik best gaan proberen. Want ik was er zo actief met het bouwen van websites voor allerlei personen en allerlei instellingen. Ik denk van nou dat ga ik gewoon doen. En dat is gewoon gegroeid tot wat het nu is. Ja, toen ik bij die overheidsinstelling, bij de RDW was dat, toen ik daar werkte, toen werd ik op een gegeven moment in contact gebracht met een collega die ik niet echt kende, alleen van gezicht. Maar een andere collega zei van, hey, hij speelt gitaar en hij heeft een cd opgenomen. En het is misschien wel leuk als jullie samen wat optredetjes gaan doen. Het geld dat jullie daarmee verdienen komt ten goede van een project in Haiti. Ik denk, nou dat is leuk, ik ga eens kennis maken met die jongen. Hij vond het leuk om samen gitaar te gaan spelen. We zijn bij hem thuis gaan repeteren en tussen het repeteren door zei hij van, hey, dit is interessant, ik heb hier een cd van Anthony Robbins pas gekocht en dat is wel leuke materie. Wil je eens horen? Ik zei, nou prima, laat me eens horen. Ik zei, het zal wel. En dat was eigenlijk het begin van een verandering die ik ingezet heb. Ik hoorde dingen die ik nog nooit gehoord had. Dat er veel meer mogelijk is in het leven. Ik had eigenlijk gedacht van, nou, ik blijf tot mijn pensioen in dienst bij een bedrijf. Misschien dit bedrijf, misschien solliciteer ik een keer elders. En die Anthony Robbins zei van, ja, je hebt ook de kracht om je leven in eigen hand te nemen. Je kan gewoon in principe doen wat je wilt. Je kan zijn wie je wilt. Je kan het werk doen wat je wilt. Je kan heen gaan waar je wilt. Als je dat wilt, als je die keuze maar maakt. En dat heeft me aan het denken gezet. En dat is ook een van de redenen wel geweest ook om mijn bedrijf op te richten. Toen niet zo serieus, maar wel met een bepaalde gedachtegang die in gang was gezet. Maar het feit dat hij mij dat heeft laten horen, zeg maar, ja, dat heeft behoorlijk wat impact achteraf gezien op mij gemaakt. Ik ben begonnen met het bouwen van websitejes voor deze en gene. Dat is dan een kennis die een website wil, of een vriend die een onderneming heeft die een website nodig heeft, of een stichting die een goed doel naast heeft die een website wil. En ja, dat was toch wat gerommel in de marge, om het zo maar te zeggen. Want ik begon natuurlijk net daar professioneel mee, of tenminste in mijn eigen bedrijf. En dan wil je toch wat lager in de prijs zitten. En op een gegeven moment merkte ik ook van, hey, dat zet geen zoden aan de dijk. En toen zag ik een keer een interview van Anthony Robbins met Frank Kern. Frank Kern is een Amerikaanse internetondernemer. En toen ben ik gaan googlen op die naam, Frank Kern. En stom toevallig kwam ik op een advertentie van Eelco terecht. Met een of andere maffe tekst van, geïnteresseerd in Frank Kern. Wij kunnen je ook goede verdienmodellen tonen of zoiets. Groetjes Eelco de Boer. Dit naam. Wat is dat nou voor advertentie? Toch maar even kijken. En toen zag ik Eelco daar samen met Tony, geloof ik, aan de klokken van de Martini-toren hangen. En een verhaal over dropshipping hebben. En ik vond dat ook best wel grappig en best wel interessant. Maar ik denk, ja, het zal allemaal wel. Ik ga me onder de valse naam inschrijven. Fake e-mailadres voor spam. Maar goed, ik ben daar blijven volgen. Het was toch wel zo interessant. En ik ben ook een aantal zaken gaan toepassen. Wat hij bijvoorbeeld zei, Eelco, was, ja, als je kennis hebt, dan zou je daar heel goed een informatieproduct van kunnen maken. Bijvoorbeeld een e-book. Ik dacht van, hey, Joomla, e-book, ik ga gewoon een e-book schrijven. En zodoende heb ik eind 2009, denk ik, mijn eerste e-book afgeleverd. En toen ben ik dat gaan proberen te verkopen, maar dat liep voor geen meter. En toen kwam ik op een seminar van Eelco, het had hier over e-mail marketing. En de kern van het verhaal was, geef als mensen zich inschrijven een cadeautje weg, zodat men zich inschrijft en ga ze dan echt hele waardevolle informatie geven, de mensen van je mailinglijst. En na verloop van tijd kun je eens een keer een aanbieding, daar een betaalproduct doen. En ik ben het exact
zo in praktijk gaan brengen. Ik heb een e-book gratis gemaakt. Ik ben een nieuw e-book geschreven over het bouwen van templates. Dat is een betaalproduct. En ik ben hele waardevolle video's en artikelen en zo naar mijn groeiende mailinglijst gaan sturen. En dat is eigenlijk de start geweest van mijn bedrijf. Mijn mailinglijst is sindsdien gegroeid. Ik zit nu op iets van 11.000, 12.000 personen. En het groeit dagelijks gewoon en ik heb nu inmiddels meerdere producten. En wat ik laatst tijd erg veel doe, en dat is ook een skill die ik echt met het coachingtrack geleerd heb, is productlanceringen. Dus één keer in zoveel tijd lanceer ik een nieuw product of een vernieuwd product, dus een vernieuwde versie van een bestaand product. Dan lanceer ik naar mijn mailinglijst en dat resultaat is gewoon gigantisch. Ja, klopt. Ja, ik heb ooit een keer een videocursus van hem aangeschaft of een verzameling van videocursussen. Ik ben een keer bij een seminar geweest. En in 2011 heb ik het besluit genomen om in het coachingstraject te gaan stappen, wat hij toen aanbood. Ja, nu heet het Internet Business Mastery en toen heette het nog het Internet Imperium traject. Best heel veel eigenlijk. Wat mij erin aantrok was dat het 12 seminars zouden zijn met allemaal gelijkgestemde mensen. Dat zat bij de deal in, plus je zou de business in de box krijgen. En met name die seminars heb ik heel veel aan gehad. Daar keek ik naar uit om samen te zijn met heel veel mensen die gelijk dachten, die wisten wat internetmarketing inhield en waar je meteen mee kon sparren, zeg maar. Want ik merk dat in mijn omgeving het best wel lastig is om mensen te vinden die exact weten wat je bedoelt met internetmarketing, om geld vinden via het internet. Ja, ik trof dus 12 momenten lang een zaal aan, een hele dag of een hele avond, met gelijkgestemden. En dat heeft mij gewoon heel veel contacten opgeleverd, heel veel goede gesprekken opgeleverd en heel veel inzichten gegeven, zeg maar, die ik van onschatbare waarde vind. Dat klopt, ik heb in juni een lancering gedaan. Het is nu begin juli. Ik heb in juni een lancering gedaan. En dat is heel goed verlopen. En de mensen zijn ook erg tevreden en blij met het product. Ik krijg heel veel reacties van mensen terug die zeggen van, goh ja, weer een hele mooie cursus. Ik heb er heel veel aan. En het heeft ook voor mij gewoon heel veel rendement of heel veel resultaat opgeleverd. Het was een product van €67, dus de introductieprijs. En ik heb iets van tussen de 250 en 300 verkopen gedaan. Nee, je ziet wel na een lancering heb je echt een piek en daarna kalft het weer af. De eerste dagen na de lancering dat heb je nog wat extra verkopen en dan komt het weer terug op een normaal niveau. Je kunt het wel kopen, maar tijdens een lancering geldt een introductietarief, dus een goedkopere prijs of lagere prijs. En na afloop van de lancering, dus op 10 dagen na de lancering, dan loopt die termijn af of die aanbieding af en dan gaat de prijs gewoon omhoog. En nu is de prijs €97. Ja, dat is een online workshop, noem ik het. De online workshop Joomla Templates. En dat is een verzameling van video's, van screen video's. Dus men kijkt als het ware over mijn schouder mee hoe ik een compleet Joomla template opbouw. Dat is een ontwerp in een Joomla website. En dat gaat echt vanaf het begin, dus wat is een Joomla template, tot het samenstellen van de code. Tot uiteindelijk een complete ontwerp, wat helemaal flexibel is. Dat kan men indelen in 2 kolommen of in 3 kolommen of blokken boven, blokken onder, de kleuren kan men zelf aanpassen. En het leuke is ook het ontwerp dat past zich aan een tablet of een smartphone. Het is een responsive ontwerp. Ja, het zijn zo'n beetje 100 video's, het is bijna 8 uur aan videomateriaal. Dus een complete cursus, zeg maar, videocursus. Nou, de grootste moeilijkheid die ik eigenlijk ben tegengekomen ben ik zelf geweest. Of de overtuigingen die ik had. Want als je bezig gaat met internetmarketing, natuurlijk loop je tegen problemen aan, maar die zijn er om op te lossen. Maar ik heb heel lang gedacht dat het gewoon niet mogelijk zou zijn om van mijn bedrijf te kunnen leven. Ik heb altijd gedacht van er moet een baan bijblijven. En ik heb te weinig tijd om voldoende omzet te kunnen draaien of voldoende producten te kunnen maken om echt ervan te kunnen leven. Dat waren echt overtuigingen die ik had. En ik heb geleerd om die overtuigingen bij te stellen, mezelf andere vragen te gaan stellen. En in plaats van tegen mezelf te zeggen het kan niet, om tegen mezelf te zeggen van kan het. Dus een vraag te stellen en daarmee mijn hersenen aan het werk te zetten. En dat klinkt heel simpel, maar het is gewoon echt zo. Ik kan me een moment herinneren dat ik in mijn pauze bij de RDW een rondje liep. En toen dacht ik van, ik kan niet leven van mijn bedrijf. Ik dacht, nee, hoe kan ik leven van mijn bedrijf? En toen kwam op een gegeven moment vrij snel een antwoord in mijn hoofd van, goh, ga je zelf inzetten. Ik dacht, wat bedoel ik daarmee? En toen kwam ik tot de conclusie van, hey, misschien moet ik zelf live workshops of live les gaan geven voor een aantal mensen. Dus ik heb toen een live workshop georganiseerd. Ik denk, nou, wat zal ik er eens voor vragen? Dus ik heb een bedrag van €200 gevraagd per inschrijving. Ik denk, nou, dat ga je nooit vol krijgen. 10 plekken had ik. Ik denk, ben benieuwd. Nou ja, binnen 20 minuten zat de workshop 10 plekken vol. En ik had heel veel mensen die best wel teleurgesteld waren op de mail. Van ja, ik had ook mee in willen schrijven, maar er was geen ruimte meer. Het ging zo snel. Dus ik heb meteen nog 6 uitgeschreven. Die waren binnen no time vol ook. En dat was me echt een eye-opener van, hey, als je anders gaat denken en anders tegen zaken aan gaat kijken en ook gewoon doen. Ja, dat heel veel gewoon mogelijk is.
Nou, dat zit op zich niet zozeer in het in verdienen of in business succes. Maar mijn grootste persoonlijke succes, ik vind het heel leuk om echt een bijdrage voor mensen te kunnen leveren. Ik vind het heel leuk als mensen bij mij aangeven van, goh, ik had totaal geen verstand hoe ik een website zou moeten opbouwen. En dankzij jouw materiaal is het mij gelukt. En een van de hoogtepunten die ik heb meegemaakt, vind ik toch dat een man mij mailde. Hij zei van, Mindert, ik had altijd een hoge baan. Ik ben afgekeurd geweest of geraakt. Ik heb een hersentumor gehad. Ik ben echt heel ernstig ziek geweest. En nu zit ik zonder doel, zonder beleving, zonder niks, zit ik thuis. En ik kwam op je site. Hij zegt, ik heb me daarin verdiept. Ik vond het zo leuk wat je aanbracht en ik vond het zo informatief. Ik ben nu zover, ik kan mijn eigen bedrijf starten en ik ga dat ook doen. Maar hij zei, ik vind het heel vervelend voor jou, want ik word nu een concurrent van jou. Ik zei van, goh, ik vind het hartstikke leuk dat je me mailt. Ik vind het heel leuk, echt helemaal te gek wat je gaat doen. En ik zeg, waar ik jou kan helpen, ga ik je helpen. Dus dat doe ik en dat heb ik nog steeds gedaan. Heel veel websiteopdrachten die ik zelf niet zou kunnen, waar ik geen tijd voor heb, naar hem doorgestuurd. En ja, zijn bedrijf gaat gewoon supergoed. En dat vind ik ja, een van de grootste successen voor mij persoonlijk. Dat je op zo'n manier dus een bijdrage, een meerwaarde kan zijn voor iemand anders. Dat vond ik echt geweldig. Nou, mijn vader is zelf ondernemer. En die vindt het helemaal geweldig wat ik doe. Mijn moeder ook. Die vindt het echt ongelooflijk dat ik dit heb kunnen opbouwen. Die zijn enorm trots. En de rest van de omgeving kijkt toch een beetje met wat glazige blikken af en toe van, wat doet hij nou weer? Kan dit allemaal? En het leuke was, toen nog bij mijn werkgever werkte, werd ik gewoon uitgelachen. Ah, Mindert verkoopt e-boekjes en dat... En ik was gewoon toch wel soms de mop van de dag. En dat vond ik zelf ook wel grappig. Maar ik had wel zoiets van, ja, wacht maar tot ik wat verder gegroeid ben. Dat, ja. Maar de meeste mensen in mijn omgeving zijn nu gewend aan wat ik doe. En die zien ook wat het oplevert en wat het gebeurt. En er zijn mensen die geïnspireerd raken. Mijn schoonouders bijvoorbeeld, ik denk dat die binnenkort ook iets gaan starten met internetmarketing. Die zijn daarna geïnspireerd geraakt dat ze denken van, hey, dat is leuk en dat moeten wij ook kunnen. Achteraf gezien wel, maar dat heb ik nooit gezien eigenlijk. Maar nu ik zelf ondernemer geworden ben en het ook fulltime doe, zie ik in één keer welke keuze mijn ouders in het verleden gemaakt hebben. En die hebben me wel geïnspireerd inderdaad. Mijn vader heeft af en toe ook behoorlijke risico's genomen. En daarmee is hij ook gekomen waar hij nu is. En vaak is het goed gegaan, niet altijd, maar hij heeft wel de keuze gemaakt en de risico's genomen. En dat is wel een inspiratie voor mij geweest. Maar dat merkte ik pas later toen ik zelf voor keuzes kwam te staan om zaken te gaan doen. Ja, groeien met netspecialist.nl. En we staan echt op de drempel, zeker nu ik een compagnon erbij heb, om groter te gaan groeien. Om ook meer diversiteit en diensten en producten te kunnen gaan aanbieden. En ja, groeien en vooral het leuk blijven houden. De dingen blijven doen die ik leuk vind, dat doe ik nu. En dat wil ik ook in de toekomst gewoon blijven doen. Eens even kijken hoor. Ja, klantenservice. En dat klinkt wat ondankbaar. Heel veel mensen sturen mij een mail natuurlijk met vragen. En op zich vind ik het heel leuk om mails te beantwoorden. Alleen ik merk wel dat er een behoorlijk groeiende aantal er zit. Ik krijg soms wel tegen 100 mails op een dag binnen. En ik wil ze allemaal gewoon zo snel mogelijk beantwoorden. Ik wil dat stukje service gewoon goed verlenen. En ik merk wel eens tijdens het afhandelen van mail dat ik denk van poeh, het is een hele lijst die ik vandaag door moet. En daar kan ik wel eens tegenop zien om daar te starten, zeg maar. Andere kant, het heeft me ook wel gebracht voor een deel waar ik ben. Want heel veel vragen van mensen, dat zijn puzzeltjes om op te lossen. En daar leer ik zelf ook enorm veel van. En soms heb ik ook geen flauw idee waar iemand over heeft. En dan ga je het uitzoeken en dan denk je van, hé, maar dat zit zo of dat gaat zo. En dan krijg je weer inzichten die je weer kunt gebruiken voor of een cursus of voor een nieuwe video op je site, zeg maar. Dus. Ja, productontwikkeling en dingen in de markt zetten, dus... En met productontwikkeling is op zich niet eens zozeer het product zelf maken, want dat doe ik ook. Maar meer het bedenken van, hey, wat zou ik zie hier iets, een kans misschien, wat zou ik hiermee kunnen? En zoals ik toen op die workshops kwam en later op het idee om van die workshop een digitale versie te maken, dus een online workshop. Dat zijn hele leuke dingen om uit te denken en daar ook een plaatje van te maken, zeg maar. Het beste advies, geloof gewoon in mogelijkheden. Zie kansen en geloof ik in mogelijkheden. Je kunt heel goed tegen jezelf zeggen dat de zaken niet kunnen. En dat zul je ook gelijk hebben, want als je dat denkt, dan kan het ook niet. Maar op het moment dat je anders gaat denken en jezelf de juiste vragen gaat stellen, dan zijn de mogelijkheden gewoon eindeloos. Dus jezelf de juiste vragen stellen. In plaats van kan het niet, stel jezelf de vraag, kan het? Dat is het beste advies wat ik ooit gehad heb. Dat zijn de meerdere, denk ik. Ik denk een nieuwe Earth van Eckhart Tolle. Een spiritueel boek. Een nieuwe aarde. En echt een aanrader voor iedereen die bezig wil zijn met persoonlijke groei. Echt een aanrader om dat boek te gaan lezen.
Ja, ik geloof heel erg in het leven voor de dood. Iets dat de humanistische verbond en de term die we erg aanspreekt. De zin van mijn leven is, of de zin van het leven, maar voor mij is een bijdrage leven en het leven van anderen. Je leeft om te delen, om te ervaren, naar mijn mening. En dat kun je niet alleen, dat doe je met anderen. En je bent voor een deel verantwoordelijk voor het welzijn of voor het gevoel van anderen. En als jij ervoor kan zorgen dat een ander een goed gevoel heeft, dan geeft dat enorm veel zin aan mijn leven. Dus ja, dat is heel kort gezegd mijn zin van het leven. Ja. Ja, en daarbij gewoon genieten natuurlijk van alles wat je hebt en wat er om je heen is, van de personen die er zijn. Jazeker, doe gewoon waar je in gelooft. Hè. Ga gewoon echt aanpakken waarvan je denkt dat kansen liggen. De verleiding is heel groot om tegen jezelf te zeggen, ik heb er geen tijd voor of het is te moeilijk. Ga er toch gewoon voor. Probeer die gedachten om te draaien. Bepaal voor jezelf dat je tijd neemt om zaken te gaan oppakken. En neem die tijd er ook voor. Ga desnoods een half uurtje eerder opstaan om zaken te doen. Je zult zien dat als je dat gaat doen, dat er gewoon heel veel tijd toch overblijft en er heel veel mogelijkheden zijn. En wees gewoon niet bang. Er zullen altijd tegenslagen zijn, er zullen altijd zaken mislukken. Er zullen altijd mensen zijn die vertwijfeld aankijken naar wat je doet. Trek er niks vandaan, ga echt je eigen gang en geloof gewoon in de mogelijkheden in jezelf en de mogelijkheden die je te bieden hebt. Dan kun je gewoon echt een heel eind komen. Nou, dan heb ik voor jou nog het Winst.nl boek. Oké. Okay. Heb je hem al? Dankjewel. Ik heb hem al, ja inderdaad. Maar dat is niet erg, ik ben heel blij dat ik dit boek nu krijg, want ik weet iemand die ik hier absoluut blij mee ga maken. Ook een mogelijk stad en ondernemer die zichzelf nog steeds wijs maakt te weinig tijd te hebben. Dus die persoon zal zeker wat aan dit boek gaan hebben. Dat weet ik omdat ik zelf natuurlijk ook een boek gelezen heb en al een aantal jaren de strategieën en de tactieken van Eelco toepas. En voor mij heeft het gewoon echt een verschil betekend. Als ik de site van Eelco niet gevonden had, dan weet ik niet waar het nu gestaan had. In ieder geval was ik niet zo ver geweest als het nu geweest was. En met de informatie in dit boek en ook op de site winst.nl weet ik gewoon dat je zo'n stuk verder kan komen. Dus het boek gaat ongetwijfeld goed terechtkomen bij iemand die het heel goed zal kunnen gaan gebruiken. Dankjewel.